Oké, iedereen stil. Wij gaan vandaag naar een pretpark. Ik ga nog niet zeggen welk pretpark, dat is nog een grote verrassing. Maar wij gaan dus niet naar de dierentuin. Ik ben dus ook niet met een bende beesten op stap, dus we houden het rustig. Verstaan, Niels? Ja? Als ik mijn hand in de lucht steek, dan mogen jullie rustig vertrekken naar het einde van de gang. Oké, kan iedereen eventjes rustig zijn? Velen van jullie hadden het goed geraden, we zijn vandaag in Bobbejaanland. Zoals ik al op school had gezegd, houden we het vandaag rustig. Ik ben niet met een bende beesten op stap, oké? We houden vandaag heel de dag ons fluovestje aan, oké? Dat geldt ook voor jou, Nikita. Ja, doe het maar snel terug aan. Jullie mogen jullie vest uitdoen, maar dan doe je je fluovestje over je trui aan, oké? Als er iemand van jullie straks naar de wc moet, dan gaan we niet alleen. Nee, dan verwittig je mij, juf Elise of meester Jan. Is dat begrepen? Ja? Oké, en dan nog een laatste heel belangrijke regel. We gaan niet zagen bij mij om in een overkop te gaan. Nee, maar juf Elise gaat heel graag in een overkop, oké? Jongens, wij hebben verschillende meldingen gekregen van het park dat wij ons niet aan de regels houden. Wat is dat nu? Er is een groepje dat met mij meegaat, er is een groepje dat met juf Elise meegaat en er is een groepje dat met meester Jan meegaat. Jullie mogen nu verdelen. Kazim, je moet wel een keuze gaan maken, hè? Kom maar met mij mee. Oké, mijn groepje, wij gaan nu nog niet in de boomstammetjes, want daar is het nog veel te koud voor. Nee, ook niet in de binnenboomstammetjes. Nee. Ik was aan het denken aan. Ah, kijk daar. Dat is wel een leuk treintje. Dan gaan we daarin gaan? Ja? Ga toch niet over kop, hè? Dylan en Ruben, komt daar vanaf. Moeten jullie iets breken? Ja? Ryan, wij gaan niet voorsteken. Nee, kom maar terug. Ik zei het nog, hè? Ja, heb je je pijn gedaan? Allee, kom dan hier, ik heb een plakker bij mij. Kom. Oké, zodra de deurtjes open gaan, gaan wij onze rugzak aan de overkant leggen. We smijten niet met onze rugzak. Dylan, Rania en Evelien, jullie kunnen niet met drie, hè? Kom aan, Evelien, ga maar ergens anders. Daar is nog een plaatsje. Ja, dan moet je maar met iemand anders gaan zitten. Dylan, blijven zitten! Zeg, dat ga je toch niet over kop gaan, hè? Oh, meester Jan is daar! Meester Jan is daar! Zwaai eens allemaal naar meester Jan! Maar jongens, dat ging snel. Heeft iedereen zijn rugzak terug mee? Ella, waar is jouw rugzak? Allee, gaat er dan om! Gaan we verder gaan of gaan we terug? Ja, ik heb hier net gekeken en hier staat een hele lange rij te wachten. En daar staat er geen. Ah nee, dat is uitgang. Amai Lars, wat slim van jou dat jij een regenvest mee hebt. Ja, want we zullen daar ook al nat in worden hoor. Caroline en Ruben, komen jullie er ook eventjes bij staan? Wij mogen onze rugzak daar niet laten liggen. Wij moeten deze meepakken in de bootjes, oké? Dus steek alles weg wat niet nat mag worden. Ik denk dat we met vier of met vijf in een bootje kunnen. Joran komt daar vanaf. Kom aan, ik zeg het niet meer, hè? Kom jij zoiets voor een nieuwe plakker bij mij? Want die zal er afgaan, hè, met al dat water. Sienna, deze gaat niet over kop. Dit zijn boomstammetjes. Als we hierin over kop gaan, dan zijn we dood, hè. Hebben jullie al groepjes gevormd? Want zoiets is het aan ons, hè. Jongens, als jullie daar nog één keer opklimmen, dan mogen jullie aan de uitgang wachten. Dat was leuk, hè, jongens? Ja. Amai, zeg, ik ben kletsnat. Het is nu bijna middag, dus wij gaan naar de afgesproken plaats om de rest te zien. En dan gaan we ons middageten opeten. Goed? Emiel komt daar vanaf, dat is voor kindjes, dat is niet voor u. Jelle, daar staat een vuilbak. We smijten hier niets op de grond. Ja, zebiet is er tijd om naar de wc te gaan, maar we gaan niet allemaal tezamen. Ja, Kato, ik kan er ook niet veel aan doen dat jij je ziek voelt, hè? Ja, stopt u eten dan maar weg. Zodra iedereen klaar is met eten, verdelen we ons in groepjes. En dan gaan we met z'n allen in groepjes naar de wc gaan. En daarna gaan we verder. Goed? Oké, is iedereen aanwezig? Yassine! Emile, ga even Yassine gaan halen, alsjeblieft. Ik heb daar juist tegen Emile gezegd dat je niet op de speeltuin mocht. En wat ga jij doen? Even lekker gaan spelen? Zijn we voltallig? Oké, als er iemand van mijn groepje mee wilt met juf Elise in de King Kong, dan mag dat. Dilke, we komen net terug van de wc. Ja, je moet je eventjes ophouden. We gaan ze weer terug. Juf Elise! Juf Elise! Ik ga eens een mooie foto van jullie trekken. Ja? Lachen jullie allemaal eens? Ja. Mooi zo. Was het leuk, ja? Moeten jullie nu ook niet terug allemaal naar de wc? Allee, kom, dan zullen we gaan. Niet trekken aan elkaar. Nee, de meneer was voor u. Laat de meneer even door.
En Dylan, weet je al een attractie voor ze biedt? Dylan, niet aan prutsen. Jongens, dat gaat toch niet over kop? Nee! Goed vasthouden, jongens. Dylan stikt dat eten weg. Elanin, terugkomen. Ja, dat kan me niet schelen dat dat een bekende YouTuber is. Je blijft hier bij de juf, begrepen? Mano, stop nu een keer met zagen. We zijn hier nog lang genoeg, hoor. Ja, en als we straks alle attracties gedaan hebben, dan kunnen we deze nog eens doen. Oké? Oké. Kunnen we eventjes verzamelen? Senne, kom jij er ook eventjes bij staan? Ik heb een opdracht mee voor jullie. En deze moet klaar zijn tegen het einde van de dag. Oké? Ja, jullie mogen zo dadelijk een foto gaan vragen aan de YouTuber, maar hij is nu eventjes aan het eten. Dus, ah, is geen probleem? Ja, sorry ze. Allee, ga dan snel om een foto vragen. En wie is dat eigenlijk? Wij staan hier nu aan de El Rio. Kan er mij iemand zeggen wat voor attractie dit is? Nee, ik ben hier zelf nog nooit in geweest, maar mijn kindjes gaan hier heel graag in met hun papa. Ja, mijn kindjes zijn al groot hoor, die gaan al naar het middelbaar, ja. Maar nu heel goed opletten, jullie moeten alle bootjes stellen voor jullie opdracht, dus kijk maar eens goed. Ook in deze attractie moeten we onze rugzak meepakken. Dus Jelle, de juf is aan het woord. Dus we nemen die mee gewoon in de attractie, oké? Okay? Dylan komt daar vanaf. Zeg maar sorry tegen de meneer, hè. Ja, sorry, ze. Kom, kom maar hier staan. Zien jullie wat er op die bordjes staan? Ja? Wij gaan niet recht staan. Wij gaan ook onze armen niet uitsteken. Jongens, jongens, we blijven rustig. Diertjes mogen niet mee in de attractie, hoor. Wij wachten even. Eerst iedereen uit de boot laten gaan, oké? Okay? Dylan, blijven zitten. Ja, het is bij iedereen nat. Je zal niet toch veel natter worden. Goed vasthouden, mannetjes, want we gaan betrekken, hè. Is dat daar die draaikolk? Jongens, maar alleen, we gaan daar toch niet in. Jongens, hou jullie goed vast. Daar gaan we. Dylan, blijven zitten. Oké, wij zijn nu stil, want we zijn binnen. Romy. Ja, dat maakt mij niet uit. Je zult ze wel drogen. Hier achter mij heb je de Banana Battle. Ja, daarin word je nat, ja. Dus ik stel voor, wie met mij hierin wilt, die mag bij mij blijven. En de anderen mogen rustig, en als ze flink kunnen zijn, in de Revolution gaan. Nee, ik ga niet in de Revolution. Gaat die over kop? Nee? Ja, misschien moet ik het toch wel eens doen dan. Hè? Niemand wilt in de Banana Battle? Dan gaan we met z'n allen naar de Revolution, oké? Okay? In stilte. Iliana, jij weet dat er hier flikkerlichten zijn? Dat is niet erg voor jou? Oké. Okay. Dan gaan we verder. In stilte heb ik gezegd. Nee, ik denk dat we onze rugzakken aan de zijkant mogen leggen. Ja. Mathies, wat ben jij daar aan... Ben je nu op de muren aan het tekenen? Wat is dat nu? Schrijf jij bij jou thuis ook op de muren? Wat staat daar nu op? Wat is dat? Is dat jouw naam? Jij kan dat zibit gaan afkuisen met een emmertje en een vod. Ik ga het vragen aan de meneer hier. Fatima, wij wachten achter de paaltjes, ja? Totdat het groen lichtje opkomt. Niet lopen, jongens! Pas op voor de mevrouw! Keanu, er kunnen maar twee mensen tezamen zitten. Ja, kom bij mij, ik heb hier nog niemand. Kom, kom maar hier. Jongens, dat gaat toch niet over kop, hè? Gaat het over kop? Jongens, geen ruzie maken. Matthias, laat Pieter mij rust. Ik ga thuis nog door. Jij niet? Oh. Amai, is het schoon, hè? Amai, dat gaat toch wel snel, hè? Oh. Oh, dat is mooi. Iedereen blijven zitten. Wij wachten, wij gaan niet alleen verder. En iedereen voelt zich nog goed? Nog niemand ziek? Zeg, Jamila, het is morgen jouw verjaardag. Ja, vieren jullie dat op dezelfde manier als wij? En uw mama zal waarschijnlijk wel iets bakken, hè? Want uw mama die kan heel goed bakken, hè? Ja, ik ben al bij haar in de bakkerij geweest. Lekker, ze. Oké, jullie beslissen welke kant gaan we uit? Die kant of gaan we die kant terug uit? Die kant? Jongens, hier krijg je mij niet in, hè? Dat gaat hier over kop. En is iedereen zeker dat hij erin wilt? Ja? Niemand gaat hier achter blijven. Ook niet op het laatste afkomen dat je er niet in gaat, hè? Oké, jongens. Heeft er iemand Adam en Jill gezien? Waar zijn Adam en... Adam, Jill, hier komen staan. Hoe vaak moet ik dat nu nog zeggen? Oké, wij gaan ons verdelen in groepjes van twee. Ik roep jullie namen af en in welk groepje je zit. Is dat duidelijk voor iedereen?
Jana? Ja, Jana, jij mag in groepje 1 samen met mij. Nina, groepje 2. Finn, groepje 1. Nathan, groepje 2. Talisa, groepje 1. Linde, groepje 2. Dylan, groepje 1. Jullie onthouden in welke groep jullie zitten? Ja, jongens, het is zo aan ons. We blijven rustig. Seppe, steekt uw eten weg. Die biet is er allemaal terug uit, hè? Pieter en Matthias. Als jullie niet kunnen stoppen met ruzie maken, dan gaan we eruit. Zij stil. Emma, steekt die gsm weg. Ja, die jongen is veel te oud voor u. Je moet zijn nummer niet weten. Laat die jongen maar gewoon verder werken. Oké, jongens, het is aan ons. We leggen onze rugzakken aan de overkant. Wij smijten er niet mee. En we gaan geen rare dingen doen, hè. De juf heeft een beetje schrik. Oh, jongens, ik durf niet kijken. Ik durf niet kijken. Dylan, zit stil. Zit stil. Seppe, je gaat nu niet overgeven, hè. Zeg, serieus. Oh, jongens, dat gaat toch zo snel, hè. Dylan, ik hoor u niet eens op de stukjes. We kunnen beginnen praten, hè. Allee, is dat ver gedaan? Seppe, kun je nog even slagen? Oké, wie wilt mag in de ketting molen. Ja, maar Seppe en ik gaan niet mee. En Seppe, jij voelt je nog altijd niet goed? Moet je overgeven? Nee? Gaat het gaan? Oké, zijn er nog mensen die hier willen blijven staan en niet mee willen? Ja? Oké, dus Seppe, Jade en Nick, jullie blijven hier? Oké. We moeten nog niet vertrekken. Wij spreken hier terug af. Ik zie jullie vandaag. Oké. Dylan, moeten mensen niet omver lopen, hè? Ah ja, daar kunnen we zeker eens naartoe gaan. Wat moeten we daar doen? Basketballen. En dan kunnen ze zo'n knuffel winnen. Ah ja, ja, als jullie geld mee hebben, dan mogen jullie dat doen van mij. Dylan, laat elkaar los! Dat is nu iets waar ik heel snel in ziek word. Ze zal blijven draaien. Kun jij dat niet tegen? Jongens, kom eens van de grond. Hier staat een bank. Zet u neer, kom. Oké, is iedereen eventjes stil? Mag ik jullie eraan herinneren dat jullie een taak hebben? Ja, hebben jullie daar nog bij nagedacht? Seppe, luister je even? Je voelt je precies al wat beter, hè? Oké, voor de mensen die geld hebben meegekregen van thuis, jullie mogen zoiets, als jullie dat willen, een balletje smijten voor een knuffel. Zijn er mensen die geen geld hebben meegekregen? Jasmin en Hanne? Oké. Ik ga iets doen wat ik normaal niet mag doen. Dus luister even allemaal heel goed. Ik ga voor jullie twee betalen. Maar we gaan dit niet verder vertellen, oké? Aan niemand. Dan is het de laatste keer dat ik dit doe. Oké? Zeg, Hanne, je hebt dat heel goed gedaan, hè? Zo'n mooie knuffel. Zo'n grote knuffel. Waar ga je die neerplaatsen? Ja, Dylan, jij hebt ook een heel mooie knuffel, hè? Maar ja, van nu had ik dat wel verwacht, want jij speelt al basketbal, hè? Ja, dat is het spel, hè, Seppe. Je kan winnen en je kan ook verliezen. Maar ik heb misschien wel een oplossing. Hanne, is het oké voor jou dat ik de knuffel in de klas laat? En dat je die pas meekrijgt op het einde van het schooljaar? Dan kunnen we er allemaal een beetje van genieten, hè? Is dat goed? Ja? Seppe, ben je nu een beetje blij? Ja, dat kunnen we doen, hè? Ah, kijk, daar zijn mascottes, jongens. Dylan! 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 Zien we wat je gedaan hebt. Zeg maar sorry tegen de meneer, hè? Hoi? Hoi? Ja, Dylan, kom maar terug. Kom. Kan er mij iemand vertellen wat er zojuist gebeurd is? Niet allemaal door elkaar. Ja, Nick? Ja, dat klopt. Er waren twee mannen in een pak, maar die hoorden niet bij Bobbejaanland. Nee. Dus er moest security tussenkomen en die moeten nu het park verlaten. Maar wie wilt mag met mij subiet ook op de foto samen met de echte mascottes. Wie wilt er? Iedereen? Oké. En Dylan, hoe vaak moet ik het nu nog zeggen dat je niet zomaar mocht gaan lopen? En dat geldt voor iedereen die hier staat, oké? Hebben jullie mij begrepen? Ja? Emma, doe uw fluovestje na. Een beetje lachen kan geen kwaad, hè, jongens?
Daar zijn de andere twee groepen. Oei, is ze niet goed? Ja, we hebben hier ook een zieke. Giuseppe, voel je jou wat beter? Ja? Wat is er, Maya? Heb je pijn? Oei. Allee, hoe dat hier niet is. Ah nee, want dat was bij mij. Gewoon ten verder te samen gaan? Ja? Jongens, wij gaan samen verder gaan. Zetten jullie jullie recht? Zijn er mensen die in de okidoki willen? Olivia, laat die eend met rust. Iedereen moet hier per twee. Dilken en Chelsea, jullie moesten naar de wc, hè? Rania, laat Dylan met rust. Allee, we gaan verder. Emma en Dieter, kom aan, aansluiten. Uw fluovestje is gevallen. Uw fluovestje. Oké, wie moest er allemaal naar de wc? Ja, jullie mogen gaan. Wij spreken binnenaf aan de wc's. Oké, wij zijn eventjes... Is iedereen er? Wij zijn eventjes binnengekomen, omdat het buiten aan het regenen is. Maar over 10 minuutjes moeten wij naar de paardenshow. Iedereen rustig blijven. Heeft iedereen zijn taak nog? Ah. Dus alleen Kim en Jentel hebben de taak niet meer? Allee, kom hier voor de nieuwe taak dan. Nienke, maak eens eventjes jouw taak. Ja, dank je. Ja, de eerste vraag mogen jullie doorstrepen, want deze konden jullie niet weten. Zeg Nienke, het is 2014 hè? Niet 2024, je hebt hier 2024 opgeschreven. Leef jij in de toekomst? Allee, pas het maar aan, ze. Wij kunnen verder. Allee, Sarah, haast u dan, kom aan. Sarah, wij staan hier al 10 minuten te wachten, hè. Kom aan, we moeten ons haasten, jongens. Kom aan. Kom aan, jongens. Zeg, dat was wel mooi, hè. Oei, Louis, heb jij een bloedneus? Hij gaat maar eventjes aan de wc, ja. De mensen die in deze attractie willen, mogen meegaan met juf Elise. Ja, Marianna, je moet niet, hè. Ik zeg wie je wil. Kato, stik de gsm weg of hij is van mij? Ja, als er straks een tijd is, gaan we naar de zoekpunten. Zeg, Dieter, jouw mama komt jou halen aan de ingang, hè. Ja, ik zal zeggen als je mag bellen. Ja, Jelena, dit is de laatste attractie. Rens komt daar vanaf, kom aan. Lars en Kian, wij houden onze schoenen aan. Kunnen wij eventjes verzamelen en stil zijn? Loes. Mag ik iedereen zijn taak alsjeblieft? Ja, dankjewel. Dankjewel. Oké, de mensen die naar de snoepwinkel gaan, mogen meegaan met juf Elise. Andere mensen die naar de foto's willen kijken die gemaakt zijn, die mogen bij mij blijven. Kian en Manu, kijk eens wat er op dat bordje staat. Je mag geen foto's trekken. Ah, kijk, de meneer zegt het al. Dat mag niet. Ja, omdat de foto's betalend zijn. Ja, niet te veel vragen stellen. Kom, ga je hem kopen of niet? Ah ja, dat is wel een mooie foto, hè? Ah, Dieter. Jij mag jouw mama beginnen bellen, hè? Ja. Van zodra iedereen hier is, vertrekken wij terug naar de bus. Oké? Jongens, blijf van die auto's af. Je moet daar geen tekeningsjes op maken, dat worden plekken. Allee, kom. Zwaaien wij nog eens allemaal naar Dieter? De buschauffeur vraagt om niet te eten en niet te drinken op de bus. Dus jullie hebben net snoep gekocht. Ik wil geen snoep zien. Niets van eten, niets van drinken. Oké? Ah, enkel water mag. Ja, dat mag wel. Jullie zijn voor het algemeen heel flink geweest vandaag. Dus dank je wel daarvoor. Maar we blijven flink totdat we op school zijn, oké? En omdat Dylan zo graag zingt, gaan we nu met z'n allen zingen. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond. Rond en rond, de wielen van de bus gaan rond en rond. Als de bus gaat rijden, de wielen...